Mooi, mooi, mensen van buiten hier, boetje van buiten. En welkom bij een nieuwe videootje op dit kanaal. Goed, wij zijn weer op de Gelderland map, zijn we weer bezig. De laatste keer was ik aan harken en ik was ook gers aan het laden of verzamelen of ja, hoe je het wil noemen. Ja, we gaan hier mee door. We gaan even de silo bij de BGA even vullen weer en ja. Maar ja, geniet en luister en huiver, zal ik zeggen. Maar ook een hele goede dag iedereen. En nou ja, nogmaals, welkom op de Gelderland map. Even naar binnen. Ja, we gaan even de silo verder vullen. In de vorige videootje kon je dat zien, doordat we daarmee bezig waren. En nou, daar gaan we even mee door eigenlijk, met het ophalen van het ras. En dan gaan we de BGA zo een beetje vullen. Nou, de bedoeling is een beetje gras in de silo te gooien daar. En als het een beetje genoeg is, dan dekken we af. En dan gaan we de BGA voorzien van kuilvoer. En dan, ja, dan kan er ook iets verdienen eigenlijk. We hebben nog geen koeien. Dat gaat ook even nog niet gebeuren. Dan is even alles een beetje klaarmaken en dan kunnen we dan de koeienpas nemen. Want ja, anders moet je alles van nog wat, van alles tegelijk doen. En ik heb zoiets van, nou oké, ik ga het even zo doen. Nou, dan ga ik start nog op het veld waar we de vorige keer mee bezig waren. En ja, we gaan even, nou gelukkig is de BGA niet te ver. Het is hier om de hoek, dus ja, het is wel makkelijk. Ja, het wordt goed ontvangen, de serie. Ja, dus als je, als je reacties hebt, laat het in de comments achter gewoon. En dan zeg je nou, oké, het is een kleine BGA eigenlijk. Het is niet zo groot, het is een 60 kW BGA'tje, dus het is niet helemaal heel groot. Nou, daar ligt het van de vorige keer nog.
was ik, heb ik een beginnetje gemaakt. Even. En dan gaan we maar door. Zo. En liggen daar. Zo. Ik doe weer de verkeerde knop. Zoals altijd. Ben je van mij wel gewend? ja. Goed. Nou, ligt weer een streepje. Wat ik zeg, het is niet zo groot een beetje, ja. Het is een leuk mapje, vind ik trouwens. Ik hou van, ja, wel, van Nederlandse mappen. Ik zal even hier beginnen. Dan ga ik zo even rond. Ja, is nog geen update van, we zitten nog steeds op de vorige update. Het is versie 1.1. En ja, of er een nieuwe update komt, geen idee. Dus even afwachten. Ja, het hangt dus niet van mij, dat weet ik. I know. Oh, hier waren wij gebleven. Zo, nou hebben we dat stukje ook gedaan, dat waren we vergeten de vorige keer. Ja, nogmaals, leuke map. Ik vind hem persoonlijk leuker als de Drentse Vaart, maar dat is... Dus dat is iets, ja, dingen niet dat ik dat ook leuk vind. Vind ik ook wel een leuke map. En dan zeggen ze, ja, maar je woont in Gelderland. Ik woon in de provincie Gelderland, dat klopt. Maar niet dat ik zeg van, nou oké, okay, dat... Ja, als ik in Gelderland woon, dan moet je deze map spelen. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee hoor. Maar ja, qua... ja, oordeel zelf. Oordeel zelf. Ik moest wat instellen. Oordeel zelf.
wat je hiervan vindt. Ja, de anderen vinden de Drentse vaart weer leuk. En weer een andere die. De Drentse vaart vind ik heel leuk, maar ik vind dit nog veel leuker eigenlijk. Dus ja. Ik bedoel, ja. Genoeg boerderijen, een stuk of vier boerderijen heb je hier. Hier begin je en dan heb je hier nog een boerderij, daar nog een boerderij. Je moet dat allemaal vrij spelen. En daar heb je boerderij en hier heb je een boerderij dus. Je moet het allemaal vrij spelen. Het land kopen en dan krijg je vanzelf icoontjes. Hier heb je de grootste koeienboerderij met 100 koeien. Een grote koeienstal. Hier heb je dan twee koeienstallen van een kleine koeienstal, 35 koeien. En dan heb je nog een iets grotere koeienstal met 80 koeien. En ja, dus. Maar ja, dat is even wat je ja, graag speelt. Die handelaar zit hier en de winkel zit daar. Dus als je land koopt dan met iets erop, dan wordt dat weergegeven. Net als hier. Als je het land niet hebt, dan wordt het ook niet weergegeven eigenlijk. Dus, nou, we hebben één veldje. Een grasveldje. De BGA hebben wij en natuurlijk de. Ja, ik noem het even de stadboerderij eventjes. Dus ja. Dus dat is even. Ja, en de aankleding is wat. Ja. Iets. Leuker. Maar ja, dat is voor ieders anders natuurlijk. De ene vindt dat leuk en de andere vindt het. Maar ja, dat is allemaal. Ja. De ene vindt dat mapje leuk. Maar over het algemeen vind ik Nederlandse mappen wel leuk om te spelen. Dus ja. Ja, ook weer wat nieuws. Eind van deze maand, rond de 30e, komt weer een patch uit voor Farming Simulator. Dat wordt dan 1.6 geloof ik, meen ik. En ja. Nog niet alle scripts werken nog helemaal goed. Er wordt daar ook weer een verbetering aangebracht in die patch. Maar die komt zo'n beetje rond de 30e uit, zo'n beetje deze maand. Dus eigenlijk voor van de week al, denk ik. Maar wanneer, ja, wanneer dat precies. Giants heeft ook een concrete datum. En die heeft gezegd rond de 30e. Dus ja, we moeten even afwachten wat die pets weer brengt. Want ik vind Giants een beetje een jamboeltje ervan maken eigenlijk.
Maar we gaan het zien. We gaan rond de 30 zien wat dat allemaal veranderd is en dat soort dingen. Wat je wel. Dus dat is even afwachten. Ben heel erg benieuwd eigenlijk ook wat ze nu alweer hebben. Dus nou weer alles weer een beetje op de rit hebben. Maar we gaan het allemaal beleven en allemaal zien eigenlijk. Ja, ik heb ook een nieuwe chassis onderin. Een nieuwe soort nieuw vehicle inspector. Dat heet Simple Inspector, heet dit nou. Bereden dat ik die daarin heb zitten, is vehicle inspector die ik normaal gebruik. Die hebben ze door al die gedoe en zo, door de pitsjes en zo hebben ze die een beetje de nek omgedraaid, zo'n beetje. Als ik het zo mag uitleggen. Dus die doet het niet. Die kan je gebruiken, maar een of andere manier in de paar mappen, als je die erin hebt zitten, dan kan je de staaldeuren of deuren niet meer openen. Gebruik simpel IC, dan kan je gewoon je eigen trekker niet meer in, eigenlijk. Als je die vehicle inspector hebt. Dat heeft ook te maken met scripts. Janice heeft gewoon wat kapot gemaakt. Hun zeggen van niet, maar ja, ze hebben die scripts hebben ze een beetje vernacheld eigenlijk. En ja, en het is nog niet goed eigenlijk. En ze beloven in 1.6 dat het weer allemaal de oude wordt. Ja, ik moet het allemaal nog zien. Want Giants heeft zoveel. Ja, zoveel kapot gemaakt eigenlijk. En ja. Dus ja, we gaan het beleven eigenlijk. Dus dat die doet het ook niet goed. Dus daarom simpel ik inspector heet dit nou. Ja, je kan het helemaal aanpassen ook eigenlijk ook. Je kan hem overal neerzetten wat je wil. Hij staat mij linksom nu. Maar je kan hem rechtsboven doen bij de klok. Maar je kan hem ook rechtsonder doen bij de snelheidsmeter. Maar je kan hem ook links boven doen. Je kan hem overal neerzetten. Alleen vind ik, ik heb de maximale lettergroot, nou, het is 16. Ze mag hem voor mij wel ietsjes groter doen. Ik heb hem boord staan, zoals je ziet, en een beetje vette letters heb ik erin. Ze mag voor mij wel iets groter, 18, 19 of zo. PCX heet dat, geloof ik, meen ik. De lettergrootte, en ja, dat mag wel iets groter. Hij staat op maximaal nu, op 16. Maar dan vind ik hem nog ietsjes klein. En met die bolt, met die vette letter,
doe me eigenlijk iets naar voren toe. Lijkt hij iets groter. Maar ze mag hem voor mij wel een 18 of 20 of zo. PCX geloof ik heet dat, hè? Geloof ik. De lettergrootte. Ja, je kan hem helemaal instellen. We waren hier. Goed. We maken dit nog even voor en dan stop ik de videootje weer. En dan zijn we weer lang genoeg bezig geweest weer. Moet ook niet te lang worden het videootje. Voor jullie moet het ook een beetje interessant blijven. De volgende keer gaan we iets anders doen. Zoals je ziet zijn we nog niet klaar. Maar daar gaan we buiten de video doen. Dan gaan we het klaarmaken. De volgende video gaan we dit niet meer doen. Gaan we iets anders doen. Ik zou zeggen, wat moeten wij doen in de volgende video? Schrijf het hieronder in de commentaar en dan ga ik kijken wat jullie mij als opdracht geven. Lijkt me wel leuk eigenlijk. Schrijf hieronder de commentaar zo meteen. Onder de video zo van wat ik de volgende video moet doen. We hebben geen veld, dus misschien wordt het wat contractwerk of zo, maar laat het even weten onderaan de video van wat het volgende videootje gaat worden, wat ik daar ga doen. Het kan hakselen, het kan combijnen, het kan balen maken. Laat het even in de commentaar achter. We hebben geen veld. Dit is het enige veld nog. Misschien zeg je wel, maak me grasbalen of zo. Dat kan. Dus laat het even weten wat je in de volgende video wil zien. Ik zeg nog een hele fijne dag verder. Graag tot de volgende. En laat het even weten wat ik in de volgende video moet doen. Goed mensen, dit was het. Ik rijd nog even gauw naar de BGA om dit te leggen. En het lijkt me leuk om jullie mij een beetje de opdracht te geven wat ik moet doen hier op deze map. Laat het even weten. Dan jouw idee komt misschien dan in de volgende video. Wie weet. Goed mensen, de groeten en tot de volgende keer. Bye bye. Doei doei.